in dit geweldige mooie plekje in het hartje van Utrecht, mag ik wel zeggen. Dank u wel dat u mij helpt om rust op het festival te brengen zoals we hier bij aanwezig zijn. Ik ga mij straks introduceren en met u even het programma doornemen, maar ik wil eigenlijk starten met de opening van dit mooie festival, zonder daar zelf al te veel woorden aan te wijden en het woord te geven aan Lot Hoijmaier. Hoijdonk, sorry, neem me niet kwalijk. Constantijn, ik heb zo geoefend op jouw naam. Constantijn Jansen op de haar, die is in één keer goed. Ik wou jullie allebei de microfoon geven en vragen om hier naar voren te komen en even een korte introductie en een welkom te heten. En dan heb ik nog wat vragen aan jullie. Dankjewel, Constantijn. Ik krijg gewoon hier staan, want ik ben niet zo groot. Welkom allemaal. Ik ben Lot van Hoijdonk, wethouder van deze mooie stad. En jullie staan hier, zitten hier met z'n allen volgens mij in het, een van de epicentra. Er wordt natuurlijk in Nederland heel veel ontwikkeld en in Utrecht ook. Maar dit is voor wat betreft de groei van onze stad. Utrecht groeit als kool. Wel een beetje de place to be voor de komende jaren. Als het aan ons ligt, aan het stadsbestuur, gaan we vanaf hier tot aan de snelweg 10.000 woningen bouwen. En als je in deze tijd nieuwe woningen bouwt, ga je natuurlijk ook nadenken over hoe zorg je nou dat die in één keer Parijs-proof worden. En dan ga je dus ook nadenken, vroeger dan belden we de netbeheerder en dan zeggen we, we gaan nieuwe huizen bouwen. Of dat doet eigenlijk de projectontwikkelaar. En dan kunt u ons even aansluiten. Nou, die tijd is niet meer, dat is echt razendsnel veranderd, denk ik in 1 à 2 jaar. Vanaf 1 juli is er zelfs een nieuwe wet die zegt, dat gaan we dus niet meer zo doen. En dat betekent ook dat we met z'n allen, gemeente, de hele bouwwereld en gelukkig de waterschappen, samen na moeten denken hoe dan wel. Nou, daar zijn we in Utrecht al een tijdje mee bezig. En daarna denk je na over collectieve warmte en over elektriciteit. En ik mag wel zeggen dat dankzij Constantijn en ongetwijfeld al de mensen die achter jou staan bij het waterschap hier, HDSR, de Stichtse Rijnlanden, zijn wij gewezen op die bronnen die wij nog niet zo goed op ons netvlies hadden. Namelijk oppervlaktewater, afvalwater en heeft ook het waterschap heel goed voor ons gekeken van wat kunnen we daar allemaal mee. Nou ja, het zal jullie opgevallen zijn, hier ligt een kanaal naast deze grote toekomstige woonwijk. Dus ik ben sowieso al zeer dankbaar dat wij een beetje op tijd op dat spoor gezet zijn en dat dus nu al in ons hoofd meenemen. Dat we weten er nog lang niet genoeg van wat we er allemaal mee kunnen. Hier bijvoorbeeld in dit gebied zou het wel het kanaal een functie kunnen krijgen als buffer. Een beetje onder de grond en een beetje met het kanaal. Nou, een hoop te ontdekken nog. Dat moeten wij hier in Utrecht doen, maar ik denk eigenlijk in heel Nederland. En volgens mij moeten we dat vooral samen gaan doen. En ben ik heel erg blij. Ik zit ook bij het klimaatakkoord aan tafel dat ik ook daar waterschappers tref. Die ongelooflijk gemotiveerd zijn om buiten hun eigen wettelijke taken om mee te denken over hoe gaan we in godesnaam die energietransitie in Nederland doen. En de hulp van de waterschappen erbij en wat jullie te bieden hebben, dat staat volgens mij vanmiddag centraal. En ik zou zeggen, nou, go, go, go. Laten we er samen het maximale uithalen. Laten we het maximale eruit halen. Dankjewel, Lot. Ook namens mij, Constantijn Jansen op daar. Hartelijk welkom in het mooiste hoogheemraadschap ter wereld. Het hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Met toch wel ook voor ons het epicentrum Utrecht, de grootste stad in ons gebied. Je merkt dat de waterschappen de afgelopen jaren een transitie hebben gemaakt van een overheid die precies wist hoe het moest. Wij zorgen voor hele stevige dijken hier in de buurt. U heeft dankzij ons vandaag ook weer droge voeten gehouden. En die zult u ook houden tenzij u last van zweetvoet heeft, maar dat is een ander verhaal. We zorgen daar vandaag ook weer voor. Ik keek gisteravond ook dat filmpje van Lubach, uit het seizoen 2 van Lubach weer eens terug, waarin hij het heeft over de waterschapsverkiezingen. Waarom hebben we in hemelsnaam waterschapsverkiezingen en wat doen die waterschappen nou precies? Volgens mij maken wij als waterschappen de afgelopen jaren een transitie van een organisatie die precies weet hoe de wereld in elkaar zit. De waterautoriteit, die arrogant achter zijn dijk zit in zijn ivoren toren en precies weet hoe het moet, naar een organisatie die samen met de samenleving de uitdagingen die de klimaatverandering en die de veranderende samenleving heeft, die we samen met de samenleving willen aanpakken. Een voorbeeld daarvan is voor mij echt die Theo en ook Thea. Theo, thermische energie uit afvalwater, uit oppervlaktewater, en Thea, thermische energie uit afvalwater. Lot zei het net al,
Ik heb daar absoluut een ambassadeursfunctie in gehad de afgelopen periode. Maar ik kan het absoluut niet zonder de mensen achter mij. Marco zit hier in de zaal, die is er echt een ontzettende aanjager van geweest om dat hier in het gebied te krijgen. En Martijn Jongens mag ik daar absoluut ook niet in vergeten wat hij de afgelopen jaren daarin gedaan heeft. Samen met de samenleving willen we op weg naar een duurzame samenleving. We hebben zoveel warmte zitten in de spullen die wij hebben. Dat afvalwater zit ontzettend veel warmte in. Daarom zijn we nu samen met de gemeente Utrecht, samen met Eneco, ook aan het kijken of we bij onze zuivering, die we nu nieuw aan het bouwen zijn in Overvecht, of we daar de warmte uit het afvalwater kunnen halen, kunnen toevoegen aan het warmtenet van de wijk Overvecht en uiteindelijk aan het warmtenet van de hele stad. Dat zou kunnen betekenen dat we 80% van de warmtevraag van de wijk Overvecht uit ons afvalwater kunnen halen. Dat zou een gigantische winst zijn in de duurzaamheid van het warmtenet dat wij hier in de stad al hebben. Allemaal van dat soort dingen zijn we dus op zoek hier in het gebied. Theo, thermische energie uit het oppervlaktewater. Het kanaal wat hier ligt, daar kun je zoveel warmte uithalen dat je, volgens mij is het fase 5 van dit project, heel goed van warmte kan voorzien. En daarmee op een duurzame manier dit deel van de stad de komende jaren warm kan houden. En volgens mij zit daar zoveel potentie in, zoveel kansen. Die moeten we met z'n allen aangrijpen en moeten we ook vooral zien. En daar zit eigenlijk nog wel de grootste uitdaging. Daar zit je, Reinier, die is daar hartstikke hard mee bezig. Hoe krijgen we bij al die gemeenten niet alleen... Sorry, je zit hier echt vlak voor me. Sorry. Kijk dan zo te zalen, dus dat zie ik jou. Daar zijn we nu als waterschappen keihard mee bezig om ook landelijk een poot aan de grond te krijgen, dat we bij al die gemeenten die nu op weg zijn naar regionale energiestrategieën, dat we bij al die ingenieursbureaus die gemeentes gaan informeren en adviseren op dat gebied, dat we juist daar binnenkomen en ook deze potentie die al lang bij Lot van Hooijdonk en bij de gemeente Utrecht nu geland is, maar dat bij al die gemeenten in Nederland gaat landen en dat we daar ook tussen de oren krijgen als die regionale energiestrategieën opgesteld gaan worden. Dat is de ambitie. Dankjewel, dat is een helder en enthousiasmerend verhaal. Zeker applaus waard. Ja. Jullie zijn allebei vooruitstrevende, maar ook inspirerende persoonlijkheden. Blijkt ook alweer uit dit verhaal. Maar ook als vertegenwoordigers van de overheden en de organisaties die jullie, die jullie hiermee vertegenwoordigen. Maar dat niet alleen, jullie zijn ook echt trekkers. En dit soort persoonlijkheden heb je ook nodig om in deze transitiefase weer een stap verder te komen. Dus ik dacht van, ik ga jullie vragen, wat doen jullie eigenlijk allemaal op dit moment? Maar dat is al heel erg veel. Maar nu zijn we met een mooi festival bezig, vandaag de start. En er zijn wel verwachtingen bij jullie. Dus ik zou aan jou eerst eens willen vragen wat jouw verwachtingen zijn. Wat zou je nou heel graag willen hoe we hier met z'n allen weer weggaan, het eind van de dag? Wat we waarschijnlijk af gaan spreken bij het klimaatakkoord, hè, waar we nu over in gesprek zijn. Constantijn die refereerde er impliciet al een beetje aan, is dat we in heel Nederland regionale energiestrategieën gaan maken. En dat alle gemeenten van Nederland uiterlijk in 2021... voor elke wijk hebben aangewezen wanneer die ongeveer aan de beurt zijn om van het gas af te gaan. En bij eigenlijk de eerste tranche daarbij ook al te vertellen wat het alternatief is. Dus er moet heel veel werk gebeuren de komende, zeg maar, 3 jaar. En moeten we eigenlijk met z'n allen een enorme steile leercurve doorgaan. En het wordt nog, ik bedoel, het is heel makkelijk om te zeggen Nederland gaat van het gas af. Maar we moeten dus eigenlijk een gigantisch warmtepotentieel met elkaar gaan organiseren. Ja, en overal waar het zomaar, ik zou bijna zeggen, bijna gratis naast ons ligt, moeten we het in ieder geval aan gaan boren. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we die potentie met elkaar heel goed in beeld hebben en ook eigenlijk gaan verbinden met alle warmtevragers in al die wijken waar de gemeente allemaal wat van gaan vinden. Dus in 3 jaar hebben we heel veel te doen en ik hoop heel erg dat we in ieder geval al deze mensen, en volgens mij wat ik er zo van mee heb gekregen, zitten jullie allemaal op stoelen die daar op een of andere manier linksom of rechtsom bij betrokken zijn. Dus dat we hier met elkaar naar buiten gaan, goed geëquipeerd om dat werk de komende 3 jaar gezamenlijk te gaan doen. Dus dat betekent dat eind van de dag is al een flinke spurt gemaakt op die leercurve? Ja, dat hoop ik heel erg. Want volgens mij hebben we, het is een ongelooflijk afgezaagd, maar we hebben heel veel te leren in een hele korte tijd. En dan kun je maar beter zorgen dat je het maar 1 keer in Nederland leert en vervolgens, of 1 keer in Nederland fout doet. Hè. Ik zou zeggen, vertel vooral ook overal waar het mislukt. Dat helpt ook weer een heleboel andere mensen om dat in ieder geval te voorkomen. Maar we moeten inderdaad heel snel alle kennis die we hebben, in toepassingsgericht, dat we die in ieder geval gaan delen. En ik denk dat we daar hier met elkaar kunnen beginnen. Mooi, dankjewel. Komen we in de loop van de dag nog een paar keer op terug, denk ik.
Constantijn, je hebt zelf de microfoon. Wat zou jij nog mee willen geven aan al die enthousiaste mensen die op deze warme dag er toch voor hebben gekozen om hier binnen te zitten? Alhoewel, wel een supermooie locatie, dus dat is ook wel heel verleidelijk. Maar hoe zou jij nou willen dat iedereen het eind van de dag hier weggaat? Ik wil graag dat iedereen, als het zo mogelijk zou zijn, dat iedereen aan het eind van deze dag ook een ambassadeur is van Theo. Dat iedereen op de plek waar hij komt, op het moment dat we het over warmte hebben, dat jullie ook deze bron direct in jullie hoofd hebben zitten en op tafel leggen als potentieel om de transitie vorm te geven. Er wordt iemand gebeld. Dat is mijn hoop. Dat iedereen ambassadeur is aan het eind van deze dag. Oké, hartelijk dank. Ja, graag gedaan. En dan graag. Dan mogen jullie weer plaatsnemen. Jullie blijven er de hele dag bij. Doen mee aan het programma. En dan zien we elkaar aan het eind van de middag weer terug. APPLAUS